Woensdag 4 april zijn de coalitieonderhandelingen in Tiel begonnen. Op deze eerste dag waren de kleine partijen met één zetel aan de beurt. Er werd gesproken met Krachtig Tiel, de ChristenUnie en ProTiel. Aan de orde kwamen vragen zoals: wat is voor jullie partij in de komende 4 jaar van belang? Hoe ziet jullie ideale coalitie eruit en onder welke omstandigheden zouden jullie niet willen deelnemen aan een coalitie? Namens de PVDB voerden Frank Groen junior en Carla Kreuk Wilderman het woord en werden de besprekingen geleid door Frank Groen senior, tevens voorzitter van de Partij van de Burgers. Na elk gesprek spraken we met diverse betrokkenen. Speerpunten die voor Krachtig Tiel van belang zijn, zijn onder andere veiligheid en meer aandacht voor ouderen. Krachtig Tiel is oorspronkelijk ontstaan uit gedachte dat hier in Tiel 50-plus partij opgericht zou kunnen worden. Dat is door het hoofdbestuur van de 50-plus partij gecanceld. Maximaal 20 lokale afdelingen van de 50-plus partij. Wij hadden een oudere paragraaf geschreven en dat houdt in dat we die niet opzij wilden schuiven. En we zijn daardoor Krachtig Tiel gaan opstarten. En dat betekent dat de ouderen bij ons een hele belangrijke paragraaf krijgen. Zeker gezien de wet WMO, maar ook zeker gezien dat mensen steeds ouder worden. Als het gaat over die toekomstige coalitie, hoe ziet Krachtig Tiel dat? Ja, we hebben het net genoemd. Als je dan kijkt, Krachtig Tiel is ontstaan omdat we niet tevreden waren met de coalitie van de afgelopen jaren. Als enige is de VVD op het aantal zetels blijven hangen, gelukkig. De Partij van de Burgers is verdubbeld van 4 naar 8. Ja, en dan zie ik ons als Krachtig Tiel met 1 zetel erbij op 14 zetels uitkomen in de coalitie. En dat zou betekenen dat we al een minimale meerderheid hebben ten opzichte van de 27 raadzetels die er zijn. We hebben wel een opmerking gemaakt: als dit een beetje krappe meerderheid is, dan zouden wij heel graag de ChristenUnie erbij willen hebben vanwege hun bijzonder, en dan meen ik echt, daar kijken we al echt heel lang naar, een bijzonder sociale programma wat ze hebben geschreven. Namens de ChristenUnie werd het gesprek gevoerd door Martin Koning en Maartje Smits. Deze partij vindt het belangrijk dat er in de komende tijd meer aandacht en dus ook geld naar de sociale zwakkeren in de maatschappij gaat. Grote projecten moeten in de ijskast, maar een derde ontsluiting voor de wijk Passewaaij staat hoog op hun verlanglijstje, evenals een zwembad met vertier. Dit mag ten koste gaan van het budget dat nodig is voor de ver- en nieuwbouw van het Lingencollege. Wij zouden heel graag mee willen doen, ook al zijn we klein, we kunnen echt van waarde zijn en dat zie je alleen al landelijk. We hebben een hele betrokken club en we denken dat we samen met de PVDB daar met nog 2 andere partijen daar wel hele mooie waarden van kunnen zijn als coalitie. En die andere partijen, dat zijn? Ja, dat zijn de VVD. We zien dat toch als een ook een stevige, stabiele partij. Vaak ook op punten waar we wel over eens zijn met elkaar. En met de PVDB als oppositie ook heel veel opgetrokken en ook gemerkt dat we er goed mee kunnen werken. En als de laatste partij hadden we de PvdA. En dat heeft ook te maken met het aantal zetels. Dat je denkt, ja, je wilt toch een grote meerderheid, of in ieder geval een goede meerderheid hebben. En dat zou ook een andere partij kunnen zijn. Maar als we kijken naar de afgelopen jaren, denken we dat dat ook een goede partij is, waarmee wij ook veel op één lijn zitten. En nu verder? Ja, en nu verder, ja. Ja, nu wachten wij al gesprekken af. En daar krijgen we een terugkoppeling van. En dan hopen we dat we positief nieuws horen natuurlijk. Ja, wel bijzonder hè, dat het op een openbare manier gaat. Ja, zeker. Ja, ik ben er wel blij mee. 4 jaar geleden vond ik het minder open en transparant en prettig. Was je daar toen ook bij? Daar was ik ook bij. En ik merk dat ik nu ik sowieso 4 jaar verder ben. Je weet waar je over praat en je weet wat je te wachten staat. Alleen vind ik het nu gewoon fijn dat iedereen in kan lopen en kan volgen wat er wordt besproken. ProTiel vindt de rondweg van Passewaaij belangrijk. Een belofte uit het verleden, zo noemde Peter Elfrink het. Hand op de knip en daar waar het kan, investeren in de stad. Opmerkelijk is het plan om te komen tot een nieuwe coalitie. Nou, we hebben in ieder geval aangegeven wat voor ons heel belangrijk is, zijn 2 bestuurlijke uitgangspunten. Dat is de transparantie in de dossiers. En dat is het betrekken van inwoners zo vroeg mogelijk in de processen. En als je zeg maar ooit tot een als wij geroepen zouden worden zeg maar, tot een coalitie, we hebben ook wel een voorkeur voor een bepaald soort coalitie, dan zijn dat voor ons ook breekpunten. Als dat dus niet geborgd is, dan gaan wij niet meedoen.
Nou, als ik kijk naar coalities, want dat was ook een van de vragen. Wij zijn heel sterk geporteerd voor een raadsagenda. Dus de raad, alle 9 partijen, proberen gezamenlijk een raadsprogramma samen te stellen. En kiezen ook gezamenlijk de wethouders die dat moeten gaan uitvoeren. En wij controleren ook dat dat op die manier gebeurt. Dat is een interessante benadering. Ja. Maar hoe zie je dan bijvoorbeeld, hè, als ik nou kijk naar hoe het gegaan is. Je hebt de grootste partijen die een coalitie vormen. Die meerderheid, die is gekozen namens bevolking. Hoe zit die meerderheid dan in bijvoorbeeld met zo'n raadsprogramma eruit? Als alle 9 partijen die nu op dit moment in de raad vertegenwoordigd zijn, zeg maar een raadsprogramma samenstellen en het ook ondertekenen, ja, dan heb je dus een raadsbrede meerderheid die ook goed uiting geeft van hoe de verkiezingsuitslag wordt. Ik bedoel, de winnaars zitten erin, maar in ieder geval er zitten alle partijen in met een achterban die wat vonden. Want allemaal hebben wij de agenda voor de verkiezingen bij de inwoners opgehaald. Dus wat is er mooier dan dat we dat op die manier doen? En we zijn daar niet uniek, want ik weet dat de gemeente Zwijndrecht al 2 raadsperiodes op die manier heeft gewerkt. En daar komt het zelfs voor dat dan 1 of 2 partijen het raadsakkoord niet ondertekenen. Dus dan ook niet meedoen in de keuze voor de wethouders. Want het zijn raadswethouders en geen partijgebonden wethouders. Ze kunnen wel uit partijen komen, maar ze werken voor de raad. Ja, heeft dus duidelijk Protiel aangesproken. Waar is die kennis vandaan gekomen? Dat had al te maken met 2002, want toen hebben wij ook in de openbaarheid de collegeonderhandelingen gevoerd en hadden wij ook een voorkeur voor een raadsbreed programma. Nou, dat was toen een brug te ver. Nu zijn we 16 jaar verder. De Partij voor de Burgers die zet het ook in de openbaarheid voor, dus dat is alleen maar goed. En mogelijk, wij hopen, want daarom hebben we het ook wel eens met stip op 1 gezet, dat een raadsprogramma zeg maar nu 16 jaar later werkelijkheid gaat worden. Maar we gaan het zien. Tot slot spraken we ook nog met Frank Groen junior. We hebben in ieder geval van de 3 partijen die bij ons vandaag aangeschoven zijn te horen gekregen dat ze het open karakter heel fijn vinden. Daarmee hebben we ook gelijk als Partij van de Burgers de eerste belofte naar de burgers ingelost. Door openheid te geven over alle onderhandelingen, althans alle voorbereidingen daarop. En we vonden het een hele goede sfeer. Voor iedereen even wennen, maar goed bevallen. En heeft het nieuwe inzichten gebracht? Ja, we hebben met partijen gewoon gesproken over de vragen die wij ze voorgelegd hebben. We hebben ze 7 vragen voorgelegd. En aan de hand daarvan hebben we dat vandaag gebruikt als leidraad voor het gesprek. Die vragen, kun je daar iets over vertellen? Nou, bijvoorbeeld wat eventuele breekpunten zijn, als ze er zouden zijn. Of wat mensen vinden wat de eerste 6 dossiers of de eerste, ja, hoe moet ik dat nu makkelijker zeggen? De eerste 6 dingen die een partij graag in Tiel wil gaan doen voor de stad, voor de inwoners. Wat daar de volgorde in is en hoe ze dat voor zich zien, hoe ze het graag zouden willen gaan doen. Ja, wat is opgevallen als je de 3 partijen naast elkaar legt? Nou, dat de neuzen veelal wel dezelfde kant op staan. Dat mensen op dossiers natuurlijk best wel eens wat gaan verschillen. En die uitwerkingen die worden straks netjes op papier gezet van de gesprekken. En aan de hand daarvan gaan we in een openbare setting gaan we weer met z'n allen praten. En dan kunnen we over die bevindingen, kan ieder vinden wat hij ervan wil vinden. Morgen weer een gespreksronde, dan met partijen die iets meer zetels hebben dan de fracties die vandaag aan bod waren. Ja, we gaan van klein naar groot. Ik doe dat overigens samen met Carla Kreuk uit onze partij. Wij leiden die gesprekken. We hebben ook voor dit karakter gekozen. Dat we vinden als we wat van iemand willen weten, dan kunnen we het beter rechtstreeks vragen. Zonder daar een vreemde bij te halen. En morgen gaan we weer met 3 partijen praten. En na vrijdag hebben we er nog 2. Bij deze zijn we gekomen aan het einde van de eerste verkenningsgesprekken. Ik wil beide sprekers bedanken voor hun openheid en prettige wijze van overleg. Zoals jullie weten en hebben kunnen lezen, komen de uitkomsten en bevindingen die worden verzameld en worden in een openbare vergadering teruggekoppeld met de gesprekspartners. En de exacte datum die wordt aan jullie medegedeeld. That was easy.